wel, maar de verhouding is heel raar. Maar we zijn live. Ja, maar de... Hoe kan dat nou? Het is ook gewoon als je een hele verhouding hier vindt, dan gaat YouTube wel raar verpressen. Ja, maar je kan nu niks meer veranderen, want dan moet je hem stopzetten. Ja. Kan het worden of ja, zo te zien? Welkom bij de eerste stream, livestream zelfs, van de Academie van Franeker. En ik moet wel zeggen dat ik iets wat met klotsende oksels hier sta, want het is best ingewikkeld om die hele techniek goed te krijgen. Maar als het goed is, zijn we er. We gaan beginnen met het college. 17e eeuwse stillevens, ontbijtjes en banketjes. En daarmee zijn we meteen bij het eerste probleem gekomen. Want als je naar die stillevens kijkt, dan zie je haringen, je ziet glazen wijn, je ziet glazen bier. En je denkt, ontbijtjes? Aten ze haring, dronken ze bier? Nou, nee. Ontbijtjes, dat is een woord wat in de 17e eeuw gebruikt werd voor kleine maaltijden en die konden op elk uur van de dag zijn. Dus wat wij nu een ontbijtje noemen, dat was in de 17e eeuw heel wat anders. Ik ga zo meteen heel veel plaatjes laten zien. Daarom lijkt het me goed om een heel scherm te maken waarop u de plaatjes kunt bekijken. Dus ik ga even iets technisch doen waarbij ik mijzelf wegtover en de plaatjes daarvoor in de plaats zet en u hoort mij onder de plaatjes gewoon doorpraten. Dus we gaan nu naar full screen. Veel plezier. Ontbijtjes en banketjes. Ik ga het hebben over de 17e eeuwse stillevens. En ik wil vier dingen met u bespreken tijdens mijn college. Dat zijn, waarom zijn die maaltijdstillevens zo typisch voor onze Gouden Eeuw? Waar komt het thema vandaan? En hoe ontwikkelde het maaltijdstilleven zich in de loop van de tijd? En daarnaast kijken we of een maaltijdstilleven alleen een weergave is van een mooi gedekte tafel of dat er meer achter zit. Nou, zoals ik al zei, ik heb een hele berg aan plaatjes en het is dus ook vooral een kijkfestijn. De kaart van de Republiek heb ik nu in beeld gekregen en ik wil beginnen met een korte schets van hoe het economisch en politiek in de 17e eeuw ervoor stond. Ik ga even terug in de tijd naar de middeleeuwen. Toen werden de Lage Landen, dat is grofweg wat nu het huidige Nederland en het huidige België is, bestuurd door de kerk en de adel. In de 17e eeuw centraliseert zich de macht en gaat in de steden vooral gaat die macht naar de lokale overheden. Kooplieden krijgen in de steden meer en meer de touwtjes in handen. En dat kan ook gebeuren omdat er een machtsvacuüm is dat door de godsdienstoorlog ontstaat. Die zich op dat moment in de Lage Landen afspeelt. De 80-jarige oorlog waarbij Nederlanden een nieuwe heersende klasse is van burgerlijke afkomst en is rijk. De levensstandaard in de Republiek is heel erg hoog. En door de handel ontwikkelt de Republiek zich tot een van de machtigste landen ter wereld. De cultuur bloeit als nooit tevoren en kunstbezit vermeerdert het prestige. Mijn volgende plaatje is van Gerrit Berkheide. Hij schildert hier het gezicht op de Gouden Bocht in Amsterdam. In de 17e eeuw is er een enorme bevolkingsgroei in Amsterdam. En er moet dus heel erg gebouwd worden om al die nieuwe inwoners van Amsterdam een nieuwe plek te geven. De grachtengordel wordt in verschillende fases opgebouwd. En wat je hier op dit schilderij ziet is de bouw van de Herengracht.
is een voorloper van de Phoenix-wijken, maar nu voor de nieuwe rijken. En die nieuwe rijken moesten hun huizen ook inrichten natuurlijk. Nou, door de reizen naar Oost-Azië, door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kwam er heel veel exotische waar naar Nederland toe. De VOC veilde deze spullen en dan ging het bijvoorbeeld om porselein uit China en Japan. En die goederen die kwamen in winkels terecht. En er waren in Amsterdam alleen al 50 winkels waar je deze exotische waar kunt kopen. Nou, de nieuw gevormde middenklasse had geld genoeg en kocht Chinese borden en kommen om hun kamers en keukens mee aan te kleden. En dat is te zien op de volgende foto die ik hier heb. Dit is de pronkkeuken in Museum Martena in Franeker. En u kunt op de schoorsteenmantel de Chinese borden zien. En op de tafel voor de haard ziet u de Chinese kommen. En het was dus heel normaal voor hele doorsnee mensen in Nederland om dit soort exotische waar in huis te hebben. Maar niet alleen porselein was in de mode. De middenklasse had ook geld over voor schilderijen. En die moesten klein genoeg zijn om in je huiskamer te kunnen hangen. Wij weten uit boedelbeschrijvingen dat het stilleven in al zijn vormen steeds populairder werd. Maar ook landschappen en genretaferelen werden besteld bij de verschillende schilders. Nou, die rijkdom die uit zich niet alleen in hoe je je kamer versiert met porselein en met schilderijen, maar ook in wat mensen aten. Nergens ter wereld werd zo goed en zoveel gegeten als in de Republiek, ook door de lagere klasse. In het boek Overvloed en Onbehagen van Simon Sharma wordt een Engelsman opgevoerd, John Ray, en hij reist door de Republiek. Maar hij ergert zich groen en geel aan al die schransende Nederlanders. Nederlandse mannen en vrouwen die bijna altijd eten wanneer ze reizen. Of dat nu per boot, postkoets of paard en wagen is, ze zitten altijd te eten. Daarnaast geeft Sharma in zijn boek een beschrijving van een begrafenismaal. Dat maal dat wordt gehouden voor een herbergier uit Sloten, Gerrit van Uyl. En hij geeft een opsomming. Tijdens dat begrafenismaal waren er 20 okshoofden en een okshoofd is 216 tot 232 liter, dus 20 okshoofden, Franse en Duitse wijn. Er waren 7 halfvaten bier, bitter zowel als zoet, 1100 pond vlees, 550 pond potharst, dat is een stoofschotel van vlees en groenten, 28 kalfsborsten, 12 schapenbouten, en 18 grote vernissoenen, dat zijn pasteien of wildgebraad, met witte korst. Voorts brood, kaas, mosterd, boter en tabak in volle overvloed. Dus die mensen moeten rollend weer naar huis gegaan zijn. Het portret dat je hier ziet is een portret dat is geschilderd door Bartholomeus van der Helst. En dit is Gerard Bicker. Dat leek me in dit geval wel een heel toepasselijke naam. Mijn volgende plaatje is een recept van een Keulse hutsepot. En opvallend in dit recept is dat er gebruik gemaakt wordt van foelie en peper. En foelie en peper, dat waren twee specerijen en die kwamen uit Indië. Dus die werden door de VOC uit de Oost gehaald. En dat ging soms niet zonder kleerscheuren. Er is het verhaal van Jan Pieterszoon Koen. Die liet 15.000 inwoners van het Molukse eiland Neira over de kling jagen, omdat ze de VOC geen alleenrecht gaven op de koop van nootmuskaat en foelie. Nou, dat is een verhaal geweest dat zelfs de VOC te ver ging. Maar opvallend is dus dat in dit receptenboek uit 1601 het gebruik van dit soort Oosterse specerijen al heel normaal was. Nou, we gaan verder met de stillevens. We zien hier een plaatje van een soort hybride stilleven,
door Pieter Aartsen, een Vlaamse schilder. Dit is een heel vroeg stilleven van 1553. Wat je hier ziet is een soort hybride vorm van stilleven. Achtergrond een doorkijkje naar een Bijbels verhaal. En Vlaamse kunstenaars Pieter Aartsen en Joachim Beukelaar, die maakten hier hun specialiteit van. Je ziet dat Bijbelse verhaal is het trouwens het verhaal van Jezus die bij Martha en Maria op bezoek komt. Waarbij Martha zich in het zweet werkt om een maaltijd voor Jezus klaar te maken. En Maria aan de voeten van Jezus zit om naar zijn verhalen te luisteren. En aan het eind van dit Bijbelse verhaal klaagt Martha dat ze zich helemaal in het zweet heeft gewerkt. Terwijl Maria aan de voeten van Jezus zat. Terwijl Jezus dan zegt van... Maar dat is ook heel belangrijk, dat er naar mijn verhalen geluisterd wordt. Het grappige is dat op een gegeven moment, wat later in de tijd, worden al die mensfiguren eigenlijk uit dit soort stillevens gefilterd en hou je alleen nog het stilleven over. In de 17e eeuw werd dat maaltijdstilleven naast heel veel andere soorten stillevens, zoals bloemen, fruit, boeken en vissen, heel erg populair. Maar het is wonderlijk om te zien dat de kunsttheorie van die tijd, dus de kunsttheorie in de 17e eeuw, bijvoorbeeld van Karel van Mander, daarin werd dat stilleven minder hoog aangeslagen. Topkunst waren de schilderijen die een Bijbels of een historische gebeurtenis als onderwerp hadden. En ook in de kunstgeschiedenis, die eigenlijk pas in de 19e eeuw ontstaat, is het stilleven heel lang een ondergeschoven kindje. Pas rond 1925 ontstaan mondjesmaat de eerste publicaties rondom 17e eeuwse stillevens. Maar in de kunsthandel in de 17e eeuw is het stilleven wel een bestseller. En dat blijkt ook uit boedelbeschrijvingen die we hebben overgehouden uit de 17e eeuw, waar heel regelmatig stillevens in beschreven staan. En er zijn dan ook legio 17e eeuwse kunstenaars die zich bezighouden met het maken van stillevens. En daar begin je natuurlijk, als je een beetje commercieel bent ingesteld, niet aan, als je die stillevens niet aan de straatstenen kwijt zou kunnen. Ik wil nog een beetje een atypisch stilleven laten zien, ook een soort hybride stilleven. Dit is een schilderij dat in 1611 door Peter Paul Rubens is geschilderd. Het heet Bacchanaal met dronken Silenus. Silenus zie je op de voorgrond, dat is die dronken sater, of slapende dronken sater. Hij heeft eerst alles opgedronken, opgegeten en is daarna in slaap gevallen. De mensfiguren in dit schilderij zijn allemaal door Rubens geschilderd. Maar voor het stilleven van het vaatwerk en het glaswerk heeft hij David Rijkaard gevraagd. En dat was een beroemd stilleven schilder in Antwerpen in die tijd. En samen hebben ze dit schilderij gemaakt. Dus het is een heel grappige symbiose tussen een figuurstuk en een stilleven. Nou, we blijven nog even in Vlaanderen. Met de eerste stillevens die echt puur stilleven zijn. En dit plaatje is een schilderij van Ozias Beert, een schilderij dat tussen 1600 en 1624 is geschilderd. Beert was een schilder uit Antwerpen, die al vrij vroeg in de 17e eeuw zeer gedetailleerde stillevens ging schilderen. En een heel opvallend element in deze en in latere maaltijdstillevens is het gebruik van een beperkt aantal pronkvoorwerpen. En die pronkvoorwerpen ga ik even bij langs. Dat is onder andere het Chinese Wan Li porselein, het zogenaamde kraakporselein, dat eerst door de Portugezen en later door de Nederlanders werd meegebracht uit de Oost. En verder komen er eigenlijk altijd wel glazen voor op de stillevens.
vaak roemers of berkmeijers, bedoeld voor de Duitse witte of Rinse wijn. Glazen op een hoge stam en die worden façon de Venise genoemd. En die waren bedoeld voor de Franse rode wijn. Verder zie je vaak messen met mooi versierde grepen, zilveren vaatwerk. En verder natuurlijk het eten, brood, kaas, fruit, specerijen, zout, zoutvruchten, noten en ook zoete lekkernijen. Ik heb hier een detail uit hetzelfde schilderij van Ozias Beert. Een heel mooi detail van een Chinees Wan Li kommetje. Dat is een kommetje dat tussen 1572 en 1620 tijdens de Ming-dynastie in China werd vervaardigd. En dat dus in grote getale door de VOC werd meegebracht naar Nederland en daar werd verkocht. Hier hebben we een schilderij van Clara Peters. En Clara Peters is een van de weinige vrouwen die zich in de 17e eeuw met het stilleven bezighoudt en zich überhaupt met schilderen bezighoudt. Schilderen was natuurlijk vooral een vaardigheid waar mannen zich mee bezighielden en heel erg weinig vrouwen. Dus vandaar dat het zo bijzonder is dat we ook prachtige schilderijen hebben door een vrouw vervaardigd. We weten eigenlijk heel weinig over deze Clara Peters. We weten dat ze werkzaam was in Antwerpen. Maar het leuke is dat in deze prachtig gedetailleerde stillevens wel sporen van Clara Peters zelf zijn terug te vinden. Zoals onder andere dit mes, een bruidsmes. Waarin op de zijkant van het heft van het mes de naam van Clara Peters is gegraveerd. En hier zien we in de deksel op de kan het zelfportret van Clara Peters. Je ziet in de deksel het vrouwenkopje met een wit kapje op. En zo heeft ze eigenlijk als een soort grapje zichzelf in dit schilderij ook afgebeeld. Waardoor, nou, ik vertelde natuurlijk dat stillevens nu vooral etenswaren en mooi gedekte tafels zijn. Maar zo komt de mens dus ook nog een beetje terug in dit soort schilderijen. Datzelfde grapje is in een later stilleven ook weer uitgehaald. Dit is een stilleven uit 1667 van Abraham van Beieren. En ook zijn zelfportret is terug te vinden. Ook weer in de kan, in de buik van de kan, zie je als je goed kijkt het zelfportret van Abraham van Beieren. Nou, Abraham van Beieren zal later in mijn presentatie ook nog terugkomen. Ik ga nu naar de eerste Noord-Nederlandse stillevens toe. Dit is een stilleven van Floris van Dijk uit 1613. Dat is een vroeg voorbeeld van een stilleven uit de noordelijke Nederlanden. Nou, die Floris van Dijk die kwam uit Haarlem. Ja, we weten eigenlijk bijna wel zeker dat hij banden gehad moet hebben met de Antwerpse stillevenschilders. Want het schilderij zoals je dat hier ziet, heeft heel erg veel weg van de schilderijen van Ozias Beert en van Clara Peters. En dat is ook niet zo heel erg wonderlijk, want heel veel Antwerpse schilders die vluchten na 1585, toen Antwerpen weer in Spaanse handen kwam, naar de noordelijke Nederlanden. Dus dat waren protestanten uit Antwerpen die naar Noord-Nederland vluchtten en daar gingen wonen en daar verder met hun carrière gingen. Nou, die Floris van Dijk die moet dus dat werk van Clara Peters en Ozias Beert eigenlijk wel gekend hebben. En het grappige is ook dat we uit boedelinventarissen weten dat al in het begin van 1600 een schilderij van Clara Peters in Amsterdam geweest moet zijn. Dus wie weet heeft Van Dijk het daar gezien.
We maken even een uitstapje naar een ander soort stilleven. En dat is het zogenaamde vanitas stilleven. Dit is een schilderij van Pieter Klaas, die in de rest van mijn college ook nog een aantal keren terug zal komen. Het is een schilderij uit 1628. En Pieter Klaas is eigenlijk een van de beroemdste stillevenschilders uit de 17e eeuw. Hij komt ook oorspronkelijk uit Bergen, bij Antwerpen in de buurt. En ook hij komt na de val van Antwerpen naar Haarlem toe. Wat wij hier op dit schilderij zien, dat is vanitas. En vanitas is het Latijnse woord voor ijdelheid of leegheid. En een vanitas stilleven laat de ijdelheid, de tijdelijkheid en de zinloosheid van het aardse bestaan zien. En als we nou even kijken naar het schilderij zelf, dan zien we een tafel in het midden met daarop een schedel met botten. Nou, dat is duidelijk, dat is de dood. Dat is zoals elk mens er op een gegeven moment uit zal gaan zien. We zien een zakhorloge dat het verstrijken van de tijd aangeeft. We zien een beeld, de doornuittrekker. Dat is eigenlijk een beeld van de jeugd. Nou, de jeugd gaat ook voorbij. We zien een tekening van een naakte vrouw, schoonheid, die ook verdwijnt. Muziekinstrumenten, het geluid vervliegt. Schildersattributen, schoonheid die verdwijnt. Boeken geven de aardse kennis aan die het natuurlijk aflegt tegen de wijsheid van God. En het harnas laat zien dat ook macht niet voor eeuwig is. En in de Republiek houdt men wel van zo'n moralistische boodschap. En het is natuurlijk ook heel erg in lijn met de Calvinistische traditie. Nou, zo'n vanitas stilleven laat heel erg zien van er zit veel meer achter dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Maar of dat met de maaltijdstillevens ook zo is, nou, daar zullen we zo meteen het verder over gaan hebben. We blijven even bij Pieter Klaas. Dit is een stilleven van hem uit 1627. En Pieter Klaas, die dus uit Antwerpen naar Haarlem kwam, is samen met Willem Heda de bekendste stillevenschilder uit Haarlem. En in zijn vroege werk, zoals dit hier, zie je dat hij zich nog laat inspireren door Antwerpse meesters als Clara Peters. Ik noem het zelf een beetje een opzommerig stilleven. De voorwerpen staan eigenlijk keurig naast elkaar opgesteld. Opvallend is wel dat het een overdadig banket is waar we hier naar zitten te kijken. Die kalkoen, opgezette kalkoen, is bovenop een pastei gezet. Dat moet natuurlijk een fantastisch spektakel geweest zijn op zo'n tafel. Maar Pieter Klaas gaat niet verder met dit soort stillevens. Hij ontwikkelt een heel nieuw soort stilleven. En ja, die stillevens kennen wij eigenlijk allemaal. Dat zijn echt de klassiekers geworden. Dat zijn de zogenaamde monochrome banketjes. Dat is echt een Haarlemse uitvinding waarvan Pieter Klaas en Willem Heda de bekendste uitvoerders zijn. Het zijn hele sfeervolle stillevens in een gedempt kleurpalet. En opvallend bij deze stillevens is ook dat het perspectief wat verschoven is. In die Vlaamse en die eerdere stillevens van Pieter Klaas zie je dat de tafel vaak wat van boven gezien wordt. Terwijl in deze stillevens de tafel meer van voren getoond wordt. En de tafels zijn ook niet langer beeldvullend. Je ziet een punt van de tafel met een wat rommelig gedrapeerd tafellaken. Wat de levendigheid van zo'n stilleven natuurlijk alleen maar vergroot. De opstelling van de objecten op het stilleven, het overlapt elkaar wat meer, waardoor er ook veel meer diepte in het schilderij komt. En ook de lichtval en de schaduwwerking vergroten de sfeer en de diepte van het schilderij. Nou, dit is nog zo'n monochroom banketje van Pieter Klaas. Deze is wat later, uit 1644.
En het grappige is dat je hier een aantal voorwerpen ziet die je ook in andere schilderijen van Pieter Claesz, maar ook van Willem Heda terug ziet komen. Zoals zo'n zoutvaatje en het glas. Die objecten die moeten haast wel in het atelier van de schilder aanwezig zijn geweest. En soms zie je ook dat de ene schilder objecten van de andere schilder leent. Het zijn dus blijkbaar hele dure objecten die niet iedereen zomaar in zijn atelier heeft staan. En die worden steeds opnieuw en opnieuw gebruikt. Je ziet het hier ook weer. Dit is een schilderij van Willem Claesz Heda uit 1635 ook. Dat monochrome palet, die groene en bruine en grijze kleuren. Deze stillevens van Heda zijn eigenlijk nog fijner qua stofuitdrukking dan die van Claesz. De vergulde beker, de tinnen kan, de zilveren tazza, ze hebben allemaal hun eigen glans. Wat ik wel heel opvallend vind bij dit stilleventje, dat zijn de twee tinnen bordjes die heel wiebelig op het randje van de tafel staan. En ik ben bang dat als je het een klein setje zou geven, dat ze met veel geweld op de grond zouden vallen. Maar het geeft ook iets aan van het evenwicht wat er zit in dit prachtige schilderij. Ik laat jullie ook even een detail zien van het vorige schilderij van Heda. We zoomen in op de zoom van dat verfrommelde tafelkleed wat we op de tafel zagen liggen. Wat ik eigenlijk even mee wil geven is dat als het weer mogelijk is om musea te bezoeken, ga dan vooral eens naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Naar de Eregalerij, waar een kabinet is waar 17e eeuwse stillevens hangen. En dan is het de moeite waard om even de tijd te nemen en heel goed naar dit soort fantastische schilderijen te kijken. Zo'n detail van zo'n tafelkleed dat opgefrommeld op tafel ligt, maar die zoom die is helemaal opengewerkt. Die gaatjes in de stof zijn met hele piepkleine zwarte verfpuntjes zijn ze weergegeven. En ik vind ook de signatuur op dat randje van de zoom van het schilderij heel erg mooi. Dus het is ontzettend de moeite waard om dat soort details te bekijken op deze schilderijen. Nou, het was niet alleen in Haarlem en in Amsterdam dat er heel veel stillevens gemaakt werden. Ook in Friesland was er een levendige handel in schilderijen. Ook hier was er een behoorlijk rijke middenklasse ontstaan die het zich kon veroorloven om dit soort schilderijen te kopen. En daarmee dus hun huizen te verfraaien. En dit is een schilderij van Maarten Boelema de Stomme, een schilder uit Leeuwarden. En zoals je aan zijn bijnaam al kunt zien, was hij doof en waardoor hij ook niet goed kon spreken. Vandaar dat de Stomme. Hij werd opgeleid in Haarlem. Hij was een leerling van Willem Heda. Is later teruggegaan naar Leeuwarden en verkocht ook hier zijn stillevens. En we weten dat deze stillevens in Friesland verkocht werden. En Museum Martena, mijn eigen museum, heeft ook zo'n stilleven in de pronkkeuken hangen van Maarten Boelema de Stomme. We maken een sprongetje in de tijd. We gaan naar 1652 en komen bij dit prachtige schilderij van Jan Davidszoon de Heem. Dat is een schilder die in Utrecht werd geboren, maar ook heel veel in Antwerpen heeft gewerkt. Hij heeft eerst in die monochrome stijl van Pieter Claesz en Willem Heda gewerkt. Maar hij ontwikkelt een heel eigen stijl en met een veel gevarieerder kleurpalet en een hele overdadige opmaak van de tafel. Hij maakt ook gebruik van trompe-l'œil, dus bedrogen ogen. Het gordijn aan de rechterkant en het touwtje
Waarbij je het gevoel hebt dat als je aan het touwtje trekt, dat het gordijn ook daadwerkelijk voor het stilleven zou vallen. Nou, die tafel die ligt vol met fruitsoorten die niet in hetzelfde jaargetijde rijp zijn, dat dan weer wel. En verscholen tussen al die natuurlijke elementen zien we weer die, ja, die klassieke elementen terug als een roemer, verschillende tinnen borden, een glas à la façon de Venise, een sieradendoos, een horloge en een blaasinstrument. En het grappige bij Jan Davidszoon de Heem is dat hij in zijn latere maaltijdstillevens weer bijbelse verhalen terug laat komen. Dus dan is het cirkeltje weer rond eigenlijk. Nou, dit is een van mijn lievelingsschilderijen, ook in de eregalerij van het Rijksmuseum te zien. Het is een schilderij van Willem Kalf, gemaakt tussen 1655 en 1660. Het is geen maaltijdschilderij zoals we ze eerder gezien hebben met een gedekte tafel, maar het is een ondiepe nis waar een aantal elementen in terug te vinden zijn die we herkennen uit de maaltijdstillevens. Deze Willem Kalf werd in Amsterdam geboren, maar heeft in Parijs carrière gemaakt. En zijn stillevens zijn echt fantastische bouwwerken van lichtval en schaduwwerking. Je moet echt even opletten op de zilveren kan. Dat is een kan die in zo rond 1660 heel erg populair werd in een stijl die we kwapstijl noemen. Dus kwapornamenten zie je op deze kan terug. Dat zijn hele mooie, vloeiende, natuurlijke ornamenten. En als je dan kijkt naar het contrast tussen het zilver van die kan, het contrast met de ruwe huid van de citroen die daar op het randje ligt, en dan tegen de lichte glans van die Chinese porseleinen kom. Ja, dat is echt fantastisch. Hoe je dat voor elkaar krijgt is echt ongelooflijk. Dan maken we een sprong naar het eind van de 17e eeuw. En dan komen we bij een totaal ander stilleven uit. Het is een stilleven van Adriaan Coorte. Adriaan Coorte kwam uit Middelburg. Hij maakte zijn stillevens altijd. Klein, je kan ze echt op de palm van je hand houden. En die Coorte, we weten heel weinig over hem, we weten niks over zijn leven. Maar hij stond eigenlijk geheel buiten de traditie van de stilleven schilders. En het lijkt alsof hij daar ver weg in Zeeland zijn hele eigen gang ging. Ik vind het zelf fantastisch mooie stillevendjes, heel verfijnd en verstild. Ik ga nu een aantal objecten die in de stillevens terugkomen, ga ik bespreken. Als eerste is dat de bekersgroef. U ziet hier een schilderij ook weer van Ozias Beert. Links ziet u die vergulde bekersgroef met een glas erin. Zo'n bekersgroef die werd gebruikt om een roemer in te klemmen. En daarna ging zo'n bekersgroef rond om op de vriendschap te drinken. Dus iedereen rondom de tafel nam een slokje uit het glas dat in de bekersgroef geklemd zat. En die bekersgroeven zijn maar heel kort in de mode geweest aan het begin van de 17e eeuw. En er zijn er maar heel weinig van bewaard gebleven. Dus de foto die u aan de rechterkant ziet is van een bekersgroef uit de collectie van Boijmans van Beuningen, als ik het goed heb uit mijn hoofd. En is dus een van de weinige die nog bewaard gebleven is. Het volgende object wat ik wil beschrijven is een pasglas. U ziet links het schilderij van Jan Albert Rotius. Daarop is achter zo'n pasglas te zien. En zo'n glas werd gebruikt bij drinkspelletjes.
Dus je was in een gezelschap en wie het glas aangeboden kreeg, die moest een zodanig grote slok nemen dat je het glas leeg dronk tot aan het eerste streepje. En als dat niet lukte, moest je weer een slok nemen en dan moest je zorgen dat je bij het tweede streepje uitkwam. Nou, dat leidde natuurlijk tot enorm veel hilariteit en dronkenschap, zou ik me zo kunnen voorstellen. Dus het is ook weer heel bijzonder dat zo'n pasglas overgebleven is en nog steeds te zien is in de musea. Dit is het zoutvaatje, wat we ook heel vaak terug zien komen in de monochrome banketjes. Hier zie je op het schilderij van Pieter Klaas een zoutvaatje van zilver. En ja, je ziet boven op het vaatje zit een heel klein holletje en daar werd het zilver of daar werd het zout in gelegd. En je pakte dus met twee vingers een beetje van dat zout om dat op je eten te strooien. En nou ja, als je het schilderij mag geloven, dan is het grof zeezout wat er gebruikt werd. Hier zien we de tatsa. Dat was ook een drinkbeker die gebruikt werd om in het gezelschap iedereen een slokje te laten nemen en zo de vriendschap te vieren. En de tatsa die zien we terug in die monochrome banketjes van Heda en Klaas, maar vaak liggend op zijn zij, wat natuurlijk een fantastische dieptewerking geeft in die schilderijen. En dit is een fantastisch voorbeeld van de Nautilusbeker. Links en rechts ziet u de schilderijen met afbeeldingen van Nautilusbekers. En ja, de Nautilusschelp die werd al vanaf de middeleeuwen geïmporteerd vanuit de exotische orde naar Europa toe. En door zilversmeden werden deze schelpen dan omgetoverd tot, nou, vaak tot bekers. En dan gevat in een heel mooi bewerkt zilveren montuur. Het waren uitermate kostbare voorwerpen die vooral een pronkfunctie hadden en die vooral bij de hogere klassen op tafel stonden. En helemaal rechts ziet u een Nautilusbeker geschilderd door Pieter Klaas. En precies dezelfde Nautilusbeker bestaat nog steeds en is te zien in een museum in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk helemaal leuk als je het voorwerp op het schilderij en het echte voorwerp bij elkaar kunt brengen. Goed, dan gaan we nu naar de citroen. Want die citroen, dat, ja, die staat haast synoniem. Als je kijkt, citroen komt haast altijd voor op die stillevens. Dus stilleven en citroen, dat is haast één ding. Elke zichzelf respecterende stillevensschilder moest een citroenschilder van formaat zijn. En vanaf Pieter Klaas begint die citroen ook in geschilderde vorm terug te komen. En daarna zie je hem overal verschijnen. Maar het begint, zoals ook op dit schilderij, met een hele citroen. En wat plakjes en een losse schil. Maar daarna is eigenlijk het hek van de dam. En ja, het is natuurlijk juist dat prachtige geel van de citroen die een flonkering van kleur geeft in die monochrome Haarlemse banketjes. Zoals je hier ook ziet in dit stilleven van Pieter Klaas uit ongeveer, nou, we denken 1630. Waarin ja, de glans op het zilver en dan de kleurexplosie van zo'n citroen in dat verder vrij gedempte kleurenpalet is natuurlijk een prachtgezicht. Ook dit schilderij is van Pieter Klaas, 1633. En dit is de allereerste keer dat we die geschilde citroen met die krul van de schil die over de rand van de tafel hangt zien verschijnen. En ja, daarna zie je dat element altijd terugkomen. Het geeft ook levendigheid aan het stilleven.
Het is toch iets van natuur wat terugkomt in zo'n stil leven. Ja, en dit is wat mij betreft de wereldkampioen citroenschillen, Willem Heda. Dit is een detail uit het stil leven met de vergulde bokaal die ik eerder in mijn presentatie heb laten zien. Ja, dit is zo fantastisch geschilderd. Je ziet haast het uitdrogen van de schil. Zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Het sappige van het vruchtvlees. Het pitje wat in het vruchtvlees zit. De partjes. Het is echt een fantastisch mooi detail in dat schilderij. En dan zie je ook in die pronk stillevens van later datum is het een soort zoekplaatje geworden om in de volheid van dat schilderij de citroen te kunnen terugvinden. Nou, hij is linksonder, ligt hij op de schaal. En dit is wel de meest curieuze citroen die ik heb kunnen vinden. Want als je kijkt naar de lengte van de schil en de grootte van de citroen, dan kan het niet zo zijn dat die enorme schil van deze citroen afkomt. Die schil is veel te lang. Dus als je die terug zou moeten vormen over de citroen, dan hou je heel veel schil over, volgens mij. Maar het is wel een element dat heel erg bijdraagt aan de wilderigheid van dit stil leven. Het is wel heel mooi barok element. Nou, hier ook weer zo'n prachtige citroen in het stil leven van Willem Kalf. Ik heb er ook even een detail van gemaakt. Ook hier weer dat sappige vruchtvlees. Je voelt haast het speeksel in je mond komen. Het is echt zo fantastisch mooi geschilderd. Echt een prachtig element. En toen ik dit detail er zelf even uitgeknutseld had, moest ik ook denken aan Cézanne, die ook heel veel stillevens heeft geschilderd. Hij is natuurlijk van veel later datum, maar we weten dat die 17e-eeuwse stillevens een grote inspiratiebron zijn gebleven in de schilderkunst. Dus ik wilde graag ook nog even dit schilderij van Cézanne laten zien, dat tussen 1888 en 1890 is geschilderd. Waarbij die invloed van die ontbijtjes en banketjes natuurlijk heel duidelijk is. Matisse, 1915, dus een paar jaar later dan de Cézanne. Matisse heeft dit stilleven gemaakt naar een stilleven van Jan Davidszoon de Heem. Hij heeft het eerst vrij realistisch gekopieerd. En een aantal jaren later heeft hij er deze vrije bewerking van gemaakt. En hierin zien we natuurlijk ook helemaal Matisse terugkomen. En ik wilde ook nog even een schilderij laten zien van misschien wel de beroemdste stillevenschilder van onze tijd in Nederland, Henk Helmantel. Dit is een schilderij van hem uit 1987. En Henk Helmantel stamt natuurlijk haast in rechte lijn af van die 17e-eeuwse stillevenschilders. En hij noemt ze ook als zijn belangrijkste inspiratiebron. Dus zo zie je dat die traditie van het stilleven, zoals dat in de 17e eeuw is ontstaan, nog steeds doorwerkt in de kunst van onze tijd. Ik eindig waar ik begon, bij mijn titel Dia. En ik wil nog één keer die vraag opwerpen waarmee ik begon aan het begin van mijn college. De vraag of dat die maaltijdstillevens nu meer zijn dan alleen virtuoos geschilderde gedekte tafels. Nou, om eerlijk te zijn, zijn de geleerden het daar nog steeds niet over eens.
Bij die Vanitas stillevens, waar ik u een voorbeeld van liet zien, is de boodschap natuurlijk helder. Alles is eindig, alles is ijdelheid. Maar bij deze maaltijdstillevens neigt men er in onze tijd naar om te denken dat die ontbijtjes en banketjes vooral plezierige afbeeldingen zijn van exotische en kostbare spullen. Die men in de Nederlandse huishoudens kon terugvinden. En dat ja, vooral het plezier in het zo virtuoos mogelijk uitbeelden van verschillende oppervlakken, het kampioenschap citroen schilderen, alles wijst erop dat het plezier in het schilderen en het pronken met de rijkdom de belangrijkste boodschap van deze schilderijen is. Ik hoop dat dit college u heeft overtuigd van het plezier dat je kunt beleven bij het bekijken van deze schilderijen. Mijn boodschap is dan ook, ga vooral zodra het kan naar de musea en geniet van deze prachtige voortbrengselen van de Nederlandse 17e eeuw. Dank u wel. Wij gaan even kijken of er ook vragen zijn binnengekomen via WhatsApp. Hier komt mijn assistent. Op tafel liggen. En ik weet dat er ergens dat is het nadeel van WhatsApp. Ik kan niet even aan Josse vragen of hij deze bedoelde. Hier is geen klokje te zien. Volgens mij wel een gepelde walnoot. Ja, hier is een uurwerkje te zien. Ja, Josse, klopt helemaal. Een uurwerk op dit schilderij van Pieter Klaas. Ja. Nou, volgens mij klopt het dat dit de vragen zijn. Ja, geloof het wel. Nou, tot zover onze livestream. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en er volgt meer. Tot ziens.